Dames en heren, en leuk dat jullie kijken naar Budget Food. Vandaag maak ik nu kippetjes. Gaan we daaraan beginnen, dat is helemaal niet moeilijk. In een vorige video kunnen jullie zien hoe ik een soepje maak. Dat was de vorige video en nu leren jullie kippetjes maken. Beginnen doen we met een anti-kleefpan. Die gaan we op het vuur zetten. Een vuur dat past. En we doen mijn vuurtje aan. Let's go. Voilà. En we gaan daar wat boter in doen. Zo. Oké, mensen. De tijd is aangebroken. De kippetjes die gaan in de pan. En wat wordt er daar nu allemaal bij? Op kip, dat is namelijk kippenkruiden. Oh man, dit wordt zo lekker. We eten kip met kruiden. Dat wordt lekker. We gaan de kippetjes eens omdraaien. Wauw. Ik vind er wel een lekker. Die gaan we nog een beetje kruiden. Zo, en zo ondertussen zijn de patatjes ook al geschild. Dan ga ik die in stukjes snijden. En die zijn klaar om gebakken te worden. Hé, maar die kip, mensen, die ziet er zo geweldig uit. Lekker, lekker, lekker. Ik ga daar nu een deksel op leggen. Dit gaat passen. Zo, het vuurtje nog een beetje lager zit. En laat die maar gaan. Mensen, ik ga de kip in de oven stoppen. Om de kip in de oven te stoppen, moet je uiteraard de oven terug aan doen. Iedereen weet wat dat werkt. Zo. Ja, inderdaad, zo. Voilà, dit mag eruit, want dit hebben we niet nodig. Hebben we ook niet nodig. En we gaan dat hier in deze pot doen. Voilà. Daar gaat onze kip. De kip de pot in. Voilà. Nog een beetje boter erbij doen ze. Zo mensen, dit is de kip. Zo, zo, zo. Dit zit er nu in. En we gaan die nu de oven in doen. Zo. Daar gaat die. Voilà, wat een handige pot. Zo mensen, wat is al dit? Ik ga de pan niet te hard zetten. We gaan de boter laten smelten, de patatjes opzetten en dan gaan we kunnen eten. Elke groentjes gaan we daarbij eten. Even kijken in mijn schatkamer. Dat weten jullie al mensen, dit is hier mijn schatkamer. Wat ga ik daarbij eten? Dat is nog altijd een hele grote vraag. Ik heb hier vol maïs staan. Ik heb hier erwtjes. Oh, dit gaan we erbij eten. Voilà. Erwtjes met boontjes. De boter die is aan het smelten. Dat doet hij heel goed, de boter. Prachtig gewoon weg. Patatjes mogen er bijna in. We gaan daar niet in kruiden, want we hebben veel kruiden van onze kip. Dus we gaan puur natuurlijke patatjes maken. Zo, zo, zo. Kom, tik ook in dit. Ik kan niet meer wachten. Die patatjes mogen daar nu al in. Hop, hop, hop. Voilà. Voilà. We gaan daar de deksel op leggen. Zo. En voilà. Kijk eens de aardappelen. Look, look, look. Komt dik in orde, mensen. En hier zitten de kippetjes in. Die gaan mega lekker worden. Zo zien mijn patatjes eruit. Ze zijn net niet aangebrand. Dus heel goed, ze zijn een beetje donkerbruin gebakken. En nu is het tijd voor de worteltjes en de erwtjes in de pan te doen. Zo. Voilà. Schuddenbollen. Een deksel erop. Ziezo, vuur uit en we zetten de pan
aan de kant. Zo mensen, ik heb mijn kip uit de oven gehaald. En dan ziet dit er zo uit. Het ziet er toch geweldig uit, hè mensen. Vind je niet? Zo zot, zo zot. Je zou denken, hey Jordi, waar heb je dit gehaald? In de zolder in Disneyland. Haha. Oké. We gaan dresseren mensen. En ik heb er namelijk heel veel zin in. Volgens mij is het super warm. Het soepje daarnet heeft heel goed gesmaakt. Kun je vinden in een vorige video. Je moet één iets opletten nu. Alles kan namelijk heel erg warm hebben. Dus het is heel belangrijk dat je alles met een overhand neemt. Daar gaat het. Zo, dat is het al. Kippetje nemen. Wauw. En nog eentje nemen. Wauw. Zo, we gaan er nu wel wat saus bij eten. Een beetje kipsaus. Zo, en we gaan dit nu daar terug opleggen. Voilà. Zo, mensen, dit is mijn eten voor deze middag. Het ziet er echt wel geweldig uit. Dit was hier mijn soep dat ik daarnet opgegeten heb. En nu ga ik dit opeten. Ik ben benieuwd naar wat het smaakt. Mijn bordje met kip. Jullie zien hem hier. En ik heb zin om te proeven. Wauw. Het is echt lekker. Wauw. Patatjes. Zonder kruiden. We gaan een beetje kruiden pakken van de kip. Wauw. Ik vind het echt lekker, mensen. Echt heel goed. Wauw. Dat is eentje die heel goed gebakken is. Ik ga nog een keer proeven. Wauw. Ik vind het geweldig, mensen. Het is mega lekker. Kijk, mijn bordje. Het ziet er misschien niet 100% uit. Maar het is wel mega lekker. Mensen, ik zou zeggen, laat het jullie smaken. Bedankt voor het kijken naar deze video. En graag tot de volgende keer maar weer. En vergeet jullie zeker niet te abonneren. Tot de volgende keer en dag!